Marga Langendoen is volgens het gerechtshof in haar huis in Uden vermoord met een kogeltje uit een luchtbux, wat later werd teruggevonden in haar schedel. Ze is vermoord door haar man die het lichaam in de Belgische Ardennen verstopte. Kort daarna wilde hij het verplaatsen naar Noorwegen. In Duitsland werd hij aangehouden met het stoffelijk overschot in de kofferbak van zijn auto. Geen 18, maar 20 jaar. Daar zijn we heel blij mee. Ja, en de kinderen ook. Dat weet ik heel zeker. Ik heb toevallig vanmorgen nog een heel gesprek met Sanneke gehad. En die zei, oma, ik wil hem gewoon niet meer in mijn leven. Ik vertrouw die man niet. Met name wordt aangerekend de wijze waarop en de omstandigheden waaronder hij zijn vrouw om het leven heeft gebracht. In haar eigen huis, in de nachtelijke uren, op een moment dat zij zich veilig had moeten voelen. En bovendien de wijze waarop hij het heeft gedaan, de uitermate grove manier. Daarbij komt dat er omstandigheden zijn die maken dat hij ook de nabestaanden heeft benadeeld. Ernstig door te zwijgen over wat er is gebeurd. Volgens de man is zijn vrouw op ongelukkige wijze door een kogel geraakt. Maar dat vindt de rechter ongeloofwaardig. De straf van 20 jaar is 2 jaar hoger dan de rechtbank had opgelegd. Dat komt doordat de strafmaat voor moord in de tussentijd is verhoogd. Ik ben er heel blij mee met 20 jaar. Oh. Ja, daar zijn we heel gelukkig mee. Ja. En Tom? Ik heb altijd gezegd, ja. Geen woorden. De advocaat van de verdachte is het niet eens met de uitspraak. Volgens hem zijn er veel te veel fouten gemaakt tijdens deze rechtszaak. Zo was er bijvoorbeeld een onbevoegde hulpofficier die de verdachte in verzekering stelde. Maar volgens het Hof hebben die fouten geen nadeel opgeleverd voor de verdachte. Voor de advocaat is het reden om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.